deze video bespreken we 5 side hustles die jou een maandelijks inkomen kunnen geven. En dat maandelijks inkomen kan er uiteindelijk voor zorgen dat je 1 miljoen euro op de bank hebt staan wanneer je met pensioen gaat. Helemaal, mijn naam is Tim van langzaamrijken.nl en hier houden we beleggen en persoonlijke financiën simpel. Bedankt allemaal voor het abonneren op mijn kanaal, want we hebben vanaf nu 10.000 volgers. Ik ben 11,5 maand geleden ongeveer gestart met het YouTube kanaal van langzaamrijken.nl. Nooit kunnen bedenken dat we zo hard zouden groeien, dat er zoveel mensen zijn die interesse hebben in investeren van geld, een vermogen opbouwen en uiteindelijk financieel vrij te worden. Ik vind het super dat jullie me volgen, dus dank je wel daarvoor. Als verrassing of als extraatje ga ik vandaag iets bekendmaken. Daar kom ik zo meteen iets later in de video nog op terug. Deze video gaat over het hebben van verschillende side hustles. 5 voorbeelden van side hustles waarmee je 500 euro per maand kunt verdienen. Die 500 euro per maand kan uiteindelijk zorgen dat je 1 miljoen euro op de bank hebt staan wanneer je met pensioen gaat. Hoe je dat precies doet, dat bespreken we in deze video. Als eerste dan even die opbrengsten en dat vermogen. 500 euro per maand. Wat ik heb gedaan, ik heb een berekening gemaakt. Wanneer jij 500 euro per maand verdient en dat investeert in aandelen tegen een rendement van 7%. Vanaf je 30ste, wat ik nu ongeveer ben, tot je 67ste, dan heb je op je 67ste ongeveer 1 miljoen euro op de bank staan. Een enorm bedrag, daar kun je goed van leven. Dan ben je financieel onafhankelijk al een tijdje, want van een iets lager bedrag kun je al financieel onafhankelijk zijn. Heb ik in de vorige video verteld. Maar wat mij betreft iets wat absoluut mogelijk is. En als jij de juiste mindset hebt, als jij hierin gelooft, hierin tijd wil investeren, weet ik zeker dat jij dat ook kan. Dus laten we kijken naar 5 voorbeelden van hoe je zo'n vermogen zou kunnen opbouwen. Het eerste voorbeeld is online vastgoed, oftewel een blog, affiliate website of een YouTube kanaal. Ik heb eerder een video gemaakt over online vastgoed. Ik zal hem hierboven even linken. Er zijn heel veel vragen over geweest. Heel veel mensen die zeggen dat online vastgoed, hoe doe je dat nou precies? Hoe verdien je geld online? Nou, ik verdien geld met affiliate websites. Dat zijn websites waar ik een bepaald onderwerp bespreek, vaak een hobby van me. Waar ik vervolgens ook affiliate marketing op toepas. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk langzaamrijker.nl. Daar praat ik over beleggen, persoonlijke financiën. Maar voeg ik ook affiliate marketing aan toe. Ik heb bijvoorbeeld linkjes naar brokers waar ik een gratis aandeel krijg of een kleine vergoeding als ik een nieuwe gebruiker aanbreng. Dat is een voorbeeld van een blog waarmee je een extra vermogen kunt opbouwen middels affiliate marketing. Ook middels YouTube natuurlijk, want ik heb nu dit YouTube kanaal waarmee ik ook geld verdien. Op dit moment verdien ik ongeveer 600 euro per maand aan YouTube inkomsten, dus de advertenties rondom mijn video's. Nou, de verrassing is dat er heel veel vragen is geweest naar vertel daar eens iets meer over en dat ik mijn kennis daarover eigenlijk met jullie wil gaan delen. Ik heb zo'n 10 jaar al die affiliate websites, dus al 10 jaar lang verdien ik naast mijn baan of begin zelfs naast mijn studie een paar honderd euro tot een paar duizend euro per maand extra middels affiliate marketing, middels verschillende websites en YouTube kanalen. Daar wil ik meer over gaan vertellen, daar wil ik jullie over informeren, maar er moet wel genoeg interesse zijn. Wat ik heb gedaan, ik heb een apart kanaal geopend, Langzaam Rijken Online Inkomen. Als daar genoeg abonnees op komen, ga ik daar veel meer over vertellen. Voor de mensen die geen interesse hebben, heb ik dus het apart genomen. Langzaam Rijken, zoals altijd, beleggen en persoonlijke financiën blijft. Ik blijf gewoon iedere week 2 video's maken. Maar daarnaast Langzaam Rijken Online Inkomen voor de mensen die naast het beleggen ook wat meer willen leren over het geld verdienen en dan online. Dus een extra YouTube kanaal gescheiden. Heb je interesse in beide YouTube kanalen of beide onderwerpen eigenlijk, kun je op beide kanalen abonneren. Heb je interesse in één van de 2 onderwerpen, kun je op één van de 2 kanalen abonneren. Ik zal een linkje onder deze video plaatsen naar het nieuwe kanaal. Als ze daar 250 abonnees hebben, dan ga ik de eerste video live zetten. Dus heb je interesse, zorg ervoor dat je abonnee bent. Dan weet ik dat je interesse hebt. En als er meer dan 250 mensen zijn die interesse hebben, dan ga ik daar ook echt tijd in investeren. Ik ben heel erg enthousiast en dat wil ik graag met jullie delen. In deze video gaat het over die side hustles. Het maken van een website of een YouTube kanaal is dus het eerste voorbeeld. Nou, in het kort, hoe doe je dat? Je kiest een onderwerp waar je interesse in hebt. Bijvoorbeeld beleggen, maar het kan ook iets heel anders zijn. Bijvoorbeeld, ik noem vaak het voorbeeld karten. Je weet wel, het racen. Stel je hebt daar veel interesse in, het is je hobby. Dan kun je daar een website in beginnen of een YouTube kanaal over beginnen. Je vertelt dan van allerlei dingen over dat onderwerp, dingen die je weet. En daar verwerk je eigenlijk affiliate marketing in. Zo zou je bijvoorbeeld een blog, een website kunnen starten over karten.
waar je bespreekt hoe je kunt beginnen met karten, waar je op moet letten als je beginner bent, wat de beste materialen zijn, waar je de juiste kleding koopt, handschoenen, schoenen, dat soort zaken. En dan kun je affiliate marketing in verwerken, want je kunt die links naar webshops waar je die kleding bijvoorbeeld kan kopen, daar kun je affiliate links van maken. Dan krijg je een commissie over wat iemand koopt. Dus als iemand bijvoorbeeld een kartschoen koopt voor 100 euro en je hebt bijvoorbeeld een affiliate commissie van 5%, dan krijg je 500 euro op het moment dat iemand op die link klikt, die schoen koopt, ja, dan krijg jij die 5 euro. Op die manier werkt dus affiliate marketing. Ik kan niet precies zeggen wat mijn websites zijn, puur vanwege concurrentie. Vaak gaan mensen die onderwerpen kopiëren en daar zit ik niet op te wachten. Maar het zijn onderwerpen waar ik interesse in heb. Het zijn mijn hobby's. Het zijn ook Engelstalige websites en Nederlandstalige websites. En daar verdien ik afwisselend geld mee. Op sommige momenten heb ik daar een paar honderd euro per maand mee verdiend. Bijvoorbeeld in mijn studententijd. Toen was dat genoeg om de huur van mijn studentenkamer en wat biertjes te betalen. Er zijn ook momenten geweest waarop ik meer tijd erin heb geïnvesteerd, waar ik enkele duizend euro's per maand aan mee verdiende. Daar zul je niet zomaar in één keer komen. Het is een weg van de lange adem. Je moet veel tijd investeren om kennis op te doen, maar ook om zo'n blog of een YouTube kanaal te starten. Maar op de lange termijn kan dat wel zijn vruchten gaan afwerpen. En als je mij vraagt, wat kun je daar nou mee doen? Binnen enkele maanden kun je daar je eerste geld mee verdienen. Na een half jaar tot een jaar kun je daar zeker een paar honderd euro per maand mee verdienen. En als je daar nog veel meer tijd in stopt, dus als je het echt groter gaat maken, kun je ook verschillende duizenden euro's per maand verdienen middels een website en of een YouTube kanaal. Ik herhaal het nog even kort. Wil je meer leren over hoe je dat geld kunt verdienen? Dat deel ik niet op dit YouTube kanaal. We hebben het hier over beleggen en persoonlijke financiën. Dat ga ik dus op dat andere kanaal delen. Heb je interesse? Klik even op abonneren. Bij 250 abonnees ga ik de eerste video maken en ga ik jullie voorzien van extra informatie. Het tweede voorbeeld is personal trainer aan huis. Er zijn best wel veel mensen die personal trainer zijn, vaak bij een sportschool. Maar wat je dan doet is dat je jouw uren inruilt voor geld. En bij personal trainer aan huis is het natuurlijk ook zo, maar dan bepaal je wel je eigen uurloon. Je ziet dus dat heel veel mensen die interesse hebben in fitness, veel sporten, die zeggen, nou, ik wil personal trainer worden, daar wil ik wat extra mee verdienen bij de sportschool. Dat kan, maar dan krijg je misschien 20 euro per uur. Ik weet niet precies hoeveel dat verdient. Wat je ook zou kunnen doen, is dat je dus personal trainer aan huis wordt, waarbij je je eigen tarief kunt bedenken. En het voordeel is dat je dat ook steeds hoger kunt gaan zetten op het moment dat jij daar goed in bent. Dat je bekend raakt, bekend wordt. En wat dat betreft is zoiets eigenlijk een beetje wat de gekte voor geeft. De een heeft natuurlijk maar een tientje per maand, of sorry, een tientje per uur voor over, een personal trainer aan huis. Maar andere mensen die zijn misschien heel erg druk, hebben een drukke baan, veel vermogen. En die willen jou misschien wel 100 euro per uur geven als jij bij hun thuis als personal trainer langskomt. Nou, dat is dus een side hustle die je zou kunnen doen. Je wordt personal trainer aan huis, je gaat bij mensen thuis langs. Hoeft niet heel groot te zijn, kan gewoon naast je baan. Bijvoorbeeld twee avonden in een week een paar uurtjes of een keer in het weekend. En op die manier zou je 500 euro per maand kunnen verdienen. Wat je dus weer kunt investeren in aandelen om uiteindelijk naar dat miljoen te groeien. Het derde voorbeeld lijkt een beetje op het tweede voorbeeld. Maar ik vond het wel een mooi voorbeeld. Ik heb daar laatst een interview van iemand over gelezen. Die was namelijk hondentrainer aan huis. Hondentraining of puppytraining ken je wel. Dat is vaak op een zaterdagochtend op een veldje waar allemaal hondeneigenaren met puppy's komen die hun hond leren zitten, apporteren en dat soort zaken. Maar je kunt je voorstellen dat er ook mensen zijn die geen zin hebben om op zaterdagochtend om 8 uur op een regenachtig veldje te staan met allemaal andere honden tussen de poep door moeten lopen om die hond te leren te zitten en te apporteren. Er zijn ook mensen die vermogend zijn, die zeggen, nou, ik heb veel liever dat iemand aan huis komt die me helpt bij het trainen van mijn puppy of misschien zelfs de puppy voor mij traint. Ik denk dat helpen beter werkt, maar goed, dat terzijde. Hij deed dat dus. Hij ging langs bij vermogende mensen. Mensen met een groot huis, een drukke baan. Die geen zin hadden om op zaterdagochtend dus in de regen bij zo'n puppytraining te staan. Maar die wel wilden dat hun hond goed luisterde. Hij ging dus bij die mensen thuis langs. Het precieze uurtarief heeft hij niet gezegd. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat hij daar bijvoorbeeld 100 euro per uur voor vraagt. Om bij mensen langs te gaan. Ook dat is een hele mooie side hustle. Zou je dus ook in de avonduren of in het weekend kunnen doen. Daar geldt ook weer, je moet ergens beginnen. Dus je moet of met een heel laag tarief beginnen of misschien wel gratis beginnen. Een naam opdoen en uiteindelijk als je eenmaal bij verschillende vermogende mensen dit doet aan huis. Dan is het natuurlijk een soort van mond-op-mond reclame. Dan gaat het zich wel uitspreiden. En uiteindelijk heb je dan een mooie side hustle. Ik denk dat het zeker niet onmogelijk is om hier 500 euro per maand mee te verdienen. En ik weet ook zeker dat er mensen zijn die zullen reageren in de comments die zeggen dat kan nooit en dat is onzin. Maar dan heb je gewoon de verkeerde mindset. Als jij echt gelooft dat het kan, als jij erin gelooft dat je dit vermogen gaat opbouwen,
Dan kan het, 100%. Er zijn mensen die het gedaan hebben. En als andere mensen het kunnen, waarom zou jij het niet kunnen? Het is gewoon een mindset die je moet hebben, een doorzettingsvermogen. En ik weet zeker, als je dat hebt, als je de goede mindset hebt, het goede perspectief hebt op het extra verdienen via een side hustle, dan kun je ongetwijfeld 500 euro per maand verdienen met het trainen van honden. Een ander voorbeeld, vond ik ook een heel mooi voorbeeld, vastgoedfotograaf. Die zijn er natuurlijk al veel, dus je zal misschien denken, oh, die markt is al, zit al vol. Maar vergis je niet, er is natuurlijk heel veel vastgoed te koop. Er zijn ontzettend veel huizen die verkocht worden. Er is een krapte op de woningmarkt, dus elk huis dat verkocht wordt, wordt ook vrij snel verkocht. Maar er zijn mensen die best wel een leuke boterham bijverdienen met het fotograferen van vastgoed. Nou, dan kun je je voorstellen, hè, het fotograferen van een doorsnee rijtjeswoning voor een makelaar uit de buurt. Dat kan natuurlijk, vaak hebben die al vaste contacten. Daar kun je proberen tussen te komen. Maar het was een voorbeeld uit Amerika, een fotograaf die juist in het hogere segment zat. Die had zich gespecialiseerd op het fotograferen van grote luxe villa's. Nou, die had daar ook gewoon heel veel kennis over, omdat hij gewoon als hobby had om te fotograferen. En die foto's zagen er ook echt heel erg goed uit. Het waren niet de standaard foto's die je vanuit elke hoek in elke kamer ziet. Nee, het waren echt foto's die echt het huis verkochten. Die een bepaald verhaal achter het huis vertelden. Hoogwaardige foto's, ook achteraf bewerkt, om ze nog beter tot z'n recht te laten komen. En nou, als jij dat hebt, dan kun je daar ook zeker geld mee verdienen. Het hoeft niet in vastgoed te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat jij geld verdient met het fotograferen van auto's voor autoverkopers. Of fotograferen van restaurants voor social media. Nou, allerlei ideeën. Als je interesse hebt in fotografie, weet ik ook zeker dat je daar ook een paar honderd euro per maand mee kunt verdienen. Wat ik wel als tip zou mee willen geven is dat je specialiseert in één iets. Er zijn duizenden fotografen in Nederland die allemaal zoveel mogelijk werk zoeken, maar ze spreiden ook heel erg. Ze doen zowel koppels fotograferen, ze doen baby's fotograferen, ze fotograferen bruiloften, misschien nog wel auto's. En eigenlijk doen ze van alles iets, waardoor ze eigenlijk van alles niets doen. Zorg ervoor dat jij een expert ergens in wordt. Als jij een expert bent, dan kun je namelijk een hogere prijs vragen. Dan kun je per uur veel meer gaan verdienen. En dan is het helemaal niet gek als jij als fotograaf 100 euro per uur vraagt. Als jij de expert bent binnen dat segment, dan willen mensen die vermogen hebben, willen dat er zeker voor betalen. Dus zorg ervoor dat je een expert wordt in één segment. Welk segment maakt niet zoveel uit. Denk wel even of er geld in zit. Vastgoed en automotive, dus auto's. Dat zijn goede voorbeelden waar veel geld te verdienen valt. Zorg dat je expert wordt en probeer op die manier dan met je side hustle zo'n 500 euro per maand te verdienen. Investeer dat weer in wereldwijde aandelen. En over een aantal jaren, op je 67ste in mijn geval, zou je dan een miljoen op de bank kunnen hebben. Het laatste voorbeeld is iets meer gespreid, maar het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Bijvoorbeeld video editen, het maken van websites of coderen of het schrijven van teksten. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van zaken die vrij laagdrempelig zijn, waarmee je makkelijk kunt beginnen. Via bijvoorbeeld Upwork, dat is een Amerikaanse website waar je jouw expertise eigenlijk kunt aanbieden. Dus je zegt bijvoorbeeld, ik ben goed in het editen van video's en voor zoveel euro per uur edit ik jouw video's. Of ik ben goed in het schrijven van teksten, voor zoveel euro per tekst kan ik teksten voor jou schrijven. Nou, dat is een manier die in mijn ogen iets minder schaalbaar is. Tuurlijk, je kunt daar heel erg goed in zijn en ook weer dat tarief verhogen. Maar bijvoorbeeld teksten schrijven, ja, daar heb je toch wel een redelijke range waarin je zit. Als je beginnende tekstschrijver bent, verdien je misschien 2 cent per woord. Ben je een hele goede, dan verdien je misschien 10 cent per woord. Maar je kunt dat nooit heel erg ophogen, zeg maar. Maar het is wel iets waarmee je heel makkelijk kunt beginnen. Dus kun je teksten schrijven, dan kun je volgende week al beginnen met geld verdienen. Kun jij websites maken of ben je goed in het editen van video's, kun je ook volgende week al beginnen. Je plaatst gewoon een advertentie. Er is heel veel vraag naar en mijn ervaring is dat je gewoon heel snel kunt beginnen. Het is ook de manier waarop ik begonnen ben met mijn side hustle. Dus helemaal als ik terugga, 10 jaar geleden, toen schreef ik teksten. Ik schreef teksten voor een tekstbureau, daar kreeg ik 2 cent per woord voor. Nou, ik vond dat geniaal. Ik schreef teksten van ongeveer 600 woorden uit mijn hoofd. 600 woorden, dat is ongeveer 1 A4'tje, daar kreeg ik dan 12 euro voor. Dus ik kreeg 12 euro voor 1 A4'tje aan teksten. Het waren helemaal niet zo goede teksten, ik kon het gewoon zo typen. Nou, het was voor mij echt insane dat ik op die manier geld kon verdienen. En zo is dat eigenlijk gaan rollen. Nou, het bleken SEO teksten te zijn. Die teksten werden gebruikt voor affiliate websites. Toen ben ik me gaan verdiepen in affiliate marketing. Toen kwam ik erachter van, nou, als ik die teksten niet verkoop, maar op mijn eigen website plaats, kan ik daar weer geld mee verdienen. Toen had ik websites over HTC-telefoons. Kreeg ik geld als iemand daar een abonnement afsloot. Zo is dat balletje een beetje beginnen met rollen. En nou ja, kijk waar ik nu sta. Uiteindelijk verdien ik nu ook enkele honderden tot enkele duizenden euro's per maand. Puur met online marketing en afgeleide eigenlijk van het schrijven van die teksten.
Kort samengevat, vijf voorbeelden van side hustles, maar er zijn nog tientallen andere voorbeelden te bedenken. Het belangrijkste, het allerbelangrijkste is dat je een goede mindset hebt. Weet dat het kan, geloof dat het kan en ga ook voor dat doel. Ga bijvoorbeeld voor die 500 euro per maand. Zorg ervoor dat je niet stopt voordat je 500 euro per maand hebt verdiend. Natuurlijk, het is echt niet zo als je nu begint dat je volgende maand meteen al 500 euro verdient. Nee, je moet erin groeien. Maar zorg dat je een stip op de horizon zet, dat je weet waar naar je toe werkt. Ben je die fotograaf, zorg ervoor dat je de beste foto's gaat maken. Zorg ervoor dat je een portfolio opbouwt. Zorg ervoor dat je naamsbekendheid opbouwt en uiteindelijk ga je daar komen. Ik ben er 100% van overtuigd dat jij de juiste mindset hebt dat je dit ook kan. En tot slot nog, wat ik eerder al aangaf, het stukje affiliate marketing en geld verdienen met YouTube. Daar weet ik echt ontzettend veel van. Dat heb ik meer dan 10 jaar of ongeveer 10 jaar nu gedaan. Daar kan ik alles over vertellen, maar dat doe ik pas als ik zeker weet dat daar interesse in is. Ik heb dus een linkje onder deze video geplaatst naar Langzaam Rijken Online Inkomen. Abonneer je op dat kanaal. Bij 250 abonnees ben ik ervan overtuigd dat daar interesse in is en ga ik daar tijd in investeren. Het maken van video's kost gewoon bijna 5 uur per video. Dat ga ik niet doen als er maar een tiental mensen interesse in hebben. Ja, sorry jongens, maar daar heb ik helaas geen tijd voor. Abonneer dus even op dat kanaal als je wel interesse hebt. Voor de rest, ik blijf gewoon video's maken over beleggen en persoonlijke financiën 2 keer per week. En dan hoop ik dus snel terug te zien bij de volgende video. Tot dan!